Het bureau van het Vlaams parlement heeft beslist om de samenwerking met het maatwerkbedrijf TWI verder te zetten. Op initiatief van Sonja Klaas werd in september 2018 het licht op groen gezet om te starten met een proefproject voor medewerkers van een maatwerkbedrijf. Het Vlaams parlement sloot daartoe een overeenkomst met het maatwerkbedrijf TWI VZ2 uit Brussel om een aantal medewerkers in te zetten in het parlement. Ik ben daar heel erg blij voor. Het heeft heel veel inspanningen gekost. Ik ben heel erg blij dat de secretaris-generaal ook hier is, omdat het heel belangrijk is dat dit gedragen wordt door de hele organisatie. Omdat het anders, en door de algemene leiding, maar ook op de werkvloer. En dat zijn de twee knelpunten die we toch wel zagen in de evaluatie. En ik ben dan ook heel erg fier dat we dit op het einde van de legislatuur nu nog hebben kunnen realiseren voor 4 jaar. Dus dan staan we toch al binnen 4 jaar, kom ik zeker nog eens kijken. Ik zal dan geen parlementslid meer zijn, maar ik zal het zeker verder mee opvolgen op welke manier dat het gebeurt. Gedurende 5 maanden hebben 4 maatwerkmedewerkers van TWI mede commissievergaderingen ondersteund en meegeholpen bij de afhandeling van de briefwisseling. Eén keer we waren in de keuken aan het afwassen en een van onze medewerkers is aangekomen en heeft gezegd: jullie zijn een voorbeeld voor ons. Wij werken meer samen nu. En we danken jullie allemaal voor dat. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.